Het Korps Penitentiaire Ambtenaren, KPA, wordt gereorganiseerd. Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie, die deze mededeling deed in DNA, zegt dat het ministerie na jaren zover is om dit korps in zijn totaliteit te reorganiseren. Er komt volgens de bewindsman een nieuw organogram, nieuwe formatie en een nieuw rangenstelsel. Ook de verkeerde inpassing binnen het FISO-systeem zal door deze reorganisatie tot het verleden behoren, zegt Getrouw. De conceptwijziging, de conceptwetgeving van de penitentiaire ambtenarij is gereeds klaar om aangeboden te worden in de DNA voor goedkeuring. Het project Jeugdcorrectiecentrum, afgekort JCC, en bestemd voor jeugdigen in detentie, wordt heel serieus aangepakt. Eind 2017 is er een herstart gemaakt met het project JCC, welke enkele jaren was blijven liggen. Het doel is om de kinderen in detentie op te vangen in een ruim opgezette, opgesloten inrichting, welke voldoet aan alle internationale standaarden. De opzet wordt van die aard dat zij begeleid hun detentieperiode afsluiten en in een natraject verder worden begeleid naar scholing en eventuele arbeid. Het accent zal volgens de Juspol-minister liggen op resocialisatie, scholing en begeleiding met veel praktijkonderwijs. Ten aanzien van de benoeming van buitengewoon agenten van politie, zei Getrouw dat er een poos geleden een wildgroei was in deze branche. Zonder rekening te houden met de wettelijke regelingen, rezen er verschillende instituten op die BAVB-opleidingen aanboden. De wet stelt namelijk dat de opleiding en organisatie tot BAVB bij de korpschef van het KPS ligt. Echter werden personen opgeleid binnen het gezichtsveld van, buiten het gezichtsveld van het Korps Politie Suriname. Met als gevolg dat wanneer zij de opleiding hebben afgerond, zij via het korps het verzoek tot aanstelling moesten richten naar de minister. Gezien het feit dat zij buiten het gezichtsveld van het Korps Politie Suriname zijn opgeleid, leverde dit enigszins onduidelijkheid en stremmingen op. Het beëdigen van personen tot buitengewoon agent van politie is de bevoegdheid van de minister van Justitie en Politie. Echter mag hij deze bevoegdheid delegeren aan een door hem aangewezen autoriteit. Bij de aanwijzing van personen tot buitengewoon agent van politie wordt getoetst of deze personen bij de uitvoering van hun werkzaamheden daadwerkelijk een vuurwapen nodig hebben. De Juspol-minister haalde in zijn beantwoording verder aan dat het ministerie samen met de gemeenschap eenmaal 24 uur invulling wil geven aan onder andere het oplossen van zaken.